Laatste rechte lijn, geweldige strijd. En daar komt hij in het midden van de baan. De geweldige Hamilton Quick. Maar die gaat een aanval krijgen van High Speed. Hamilton Quick, High Speed, binnenzijde, High Five Renka. Hurricane J.A. loopt fantastische vierde plaats. We gaan de laatste meters in. Magistraal, Hamilton Quick wint op de tweede plaats, de vijf. Dat is High Speed. Daarachter dan nog net, denk ik, aan de binnenzijde. De acht High Five Renka voor de één. Hurricane J.A. Dat zijn de eerste vier in de grote Unitrotprijs van 2017. Eindelijk een hoofdprijs voor de geweldige Hamilton Quick. Wat de uitslag is officieel, winnaar de 7 Hamilton Quick. John de Leeuw 1, 16 rond. Tweede de 5 High Speed. Derde de 8 High Five Renka. De vierde de 1 Hurricane JE. En vijfde de 4 Hold Me Quick. 7-5-8-1-4 officieel. Dan maken we eerst even een mooie foto. Dan gaan we richting het podium voor de uitreiking van deze grote Unitrotprijs. Kijk, en dan mag iedereen mee richting het podium. Want Hamilton Quick wint dus de grote Unitrotprijs. Deze driejarige zoon van Virgil Boca, Josta Sammer. Gefokt door Herwin Benschop in ons eigendom van Stal PD. Bas Krebas, de trainer en de rijder, uiteraard John de Leeuw. En John, Bas zei net al tegen de eigenaren, eindelijk... Eindelijk, want ze hadden er echt op gehoopt. Nou ja, ik zelf ook natuurlijk. Kijk, er stond nou met alle respect voor andere paarden, stond er wat minder in natuurlijk. Maar ja, het moet wel gebeuren en het paard moet wel vlekkeloos gaan, anders kan je niet winnen natuurlijk. Klopt inderdaad, maar het was toch, bedoel, je moest alles buitenom doen. Ja, maar dat wil hij wel graag. Als ik hem bij me hou, dan gaat hij een beetje onregelmatig, of niet onregelmatig, maar dan voel ik gewoon dat hij een beetje onkant wordt. Dus als ik hem van mijn hand af kan rijden, gaat hij beter. Maar toch, bedoel, we hebben hem hier ook gezien en toen sprong hij weg. Ik kan me zo voorstellen, als je dan nu draagt erachter vandaan haalt in die laatste rechte lijn, dan moet je toch een beetje voorzichtig zijn. Schiet dat niet nog een keer door je hoofd? Nou nee, start kijk, bedoel, over dat is 15 gebeurd, minuten. Dat moet je zo snel mogelijk weer vergeten, waar ik wel eigenlijk heel ziek ben van was dan. Maar ja goed, dat gebeurt gewoon en dan kom je aan zo'n laatste rechte en dan voel je eigenlijk, ja ik hoefde eigenlijk niet meer te doen om alleen maar een half paard voor te blijven. En dat was genoeg. Inderdaad, nou, prachtige zegen van deze Hamilton Quick. Wint hij dus de grote Unitrotprijs. En dat betekent dat er nog een aantal mooie ereprijzen overhandigd worden. En uiteraard mooi succes voor Stal PD, het eigenarencollectief bij Bas Krebas. Kijk, dan is een foto gemaakt. Dan mag men namens Stal PD plaatsnemen in de koets. Kijk, en dames en heren, dan mogen we nu een groot applaus laten horen voor de winnaars van deze grote Unitrotprijs. Dus Hamilton Quick en John de Leeuw. Meter. Start gevallen. Korte galopade voor de start van Hurricane J.A. Maar die valt er op wonderbaarlijke wijze weer voor. En vanaf de buitenzijde vliegt hij naar de kop. Zeg, High Five Renka. Die neemt het veld op sleeptouw. Anderhalve lengte voor. Op de tweede plaats is Hadine goed van start gedaan. Het geheimtipje van de man daarachter, Jaap van Rijn, die met High Speed op pad is. Galopade nu toch voor Hadine. Ook daar waren we voor gewaarschuwd. Aan de buitenzijde komt Hamilton Quick nu naar voren. En Hamilton Quick die gaat proberen het op eigen kracht te doen. Aan de binnenzijde ook een paard dat met grote ramen naar die auto vloog. Paard nummer 6, Hero Baldwin. Maar op een of andere manier daar toch goed vandaan is, achter vandaan is gekomen. En die ligt vierde. Vijfde plek nu voor Hurricane JE. En achter Hurricane JE komt zo langzamerhand ook Jeroen Engwerd aan. De man die de Belgische derby wist te winnen. Eigenlijk wint hij altijd als hij op het karretje gaat zitten. En hij rijdt Hertogin van Nettic. Paarden gaan op weg naar de verre linkerbocht. En daar krijgt John de Leeuw aan de buitenzijde 0 op het request van Rick Ebbingen. Want hij houdt de leiding met zijn High Five Renka. Maar daarachter kan hij even inparkeren, Hamilton Quick. En dat is een positie die hij eigenlijk in zijn leven nog maar weinig gekend heeft. Neemt de plek achter de koploper in. Daarachter volgt dan High Speed met Jaap van Rijn. En achter High Speed vinden we dan op een lengte paard nummer 6 Hero Baldwin. Dan Hurricane JE. En achter Hurricane JE komt aan de buitenzijde zo langzamerhand Hertogin van Nettic wat ondernemen. En dat wordt dan de ideale gangmaker voor Hold Me Quick. Het paard dat zo verschrikkelijk goed liep op Groningen. En eens kijken of die dan vandaag misschien een grote prijs kan gaan pakken. Vooralsnog is het Ebbingen voor en na. Hij heeft de leiding met paard nummer 8 High Five Renka. Maakt een goede indruk. Op de tweede plaats gaat hij voor de zekerheid toch maar weer
weer naar buiten. En dat is precies waar Jaap van Rijn op zat te wachten. Hij wist wel dat John de Leeuw dat zou gaan doen. En dus kan hij mooi uit de wind mee naar voren met paard nummer 5, High Speed. Een paard dat zich snel ontwikkeld heeft. Aan de binnenzijde loopt de Hero Baldwin geen meter te veel. En die ligt zomaar ineens op de rug van de koploper. Daarachter is het dan Hurricane JE, de geweldige verrassing van de Troost Derby. En achter Hurricane JE staan de buitenzijde dan Hertogin Fanatic. En het lijkt erop dat deze paarden zich wat losmaken van Holtby Quick. Maar Holtby Quick die gaat nu wel even de tanden op elkaar zetten. En die komt vanuit de start van het veld nu in het derde spoor naar voren. We gaan af op de laatste bocht. En op dit moment zit Ebbingen duidelijk makkelijker dan John de Leeuw. Hij heeft de leiding nog altijd met High Five Renka. Buitenzijde dan die nummer 7 Hamilton Quick. Daarachter volgt dan aan de binnenkant Hero Baldwin. Tweede spoor voor High Speed. High Speed die mogelijk het grote gevaar gaat worden voor die koploper. Paard nummer 8 High Five Renka. En vanuit de start van het veld komt daar nu ook de aanval van Hurricane JE. En helemaal aan de buitenzijde dan ook Holtby Quick. Maar die zitten nog allemaal erg ver weg. Laatste rechte lijn, geweldige strijd. En daar komt hier in het midden van de baan de geweldige Hamilton Quick. Maar die gaat een aanval krijgen van High Speed. Hamilton Quick, High Speed, binnenzijde High Five Renka. Hurricane JE loopt fantastische vierde plaats. We gaan de laatste meters in. Magistraal. Hamilton Quick wint op de tweede plaats, de 5. Dat is High Speed. Daarachter dan nog net, denk ik, aan de binnenzijde. De 8 High Five Renka voor de 1. Hurricane JE.